Deze film gaat over het aanpassingsfilter selectieve kleur. En wat doet selectieve kleur? Nou, selectieve kleur stelt je in staat om van bepaalde kleuren aan te passen hoeveel er eigenlijk van is. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar ik hoop dat ik dat toch een beetje heel eenvoudig uit kan leggen. Je vindt het aanpassingsfilter hieronder bij het zwart-witte bolletje. En dan is het het onderste filter selectieve kleur. Laat ik het eigenschappenvenster even gewoon apart slingeren, zodat je daar wat meer kijk op krijgt. Selectieve kleur is eigenlijk op te delen in 3 stukken. Je hebt allereerst de kleuren waar je uit kunt kiezen. Nou, en je ziet daar rood, groen en blauw bij staan. Maar ook de printkleuren cyaan, magenta, geel en zwart. En dan is er ook nog wit en grijs. En daarmee kun je eigenlijk gewoon alle kanten op. Vervolgens kun je van iedere kleur de cyaan, magenta, geel en zwart tinten aanpassen. En als derde kun je dat relatief of absoluut doen. En laat ik me eerst even gewoon beperken tot de rode tinten. Wat je dus kunt is, als je bij de kleuren een tint hebt uitgekozen, eigenlijk aan de hand van cyaan, magenta, geel en van zwart bepalen wat er met dat bereik van kleuren gaat gebeuren. En ik zet hem even eerst op relatief. En wat is relatief? Nou, relatief betekent dat we uitgaan van het bestaande gebeuren. Als we nu dus gewoon in de rode tinten op de modus relatief gaan werken en we gaan er cyaan uitdraaien, dan zul je zien dat er eigenlijk niks gebeurt. Want de rode tinten zijn opgebouwd uit de 2 buren. En dat zijn in dit geval magenta en geel. Dus als ik aan het cyaan trek, dan zie je dat dat weinig effect heeft op mijn rood. Ik laat dat ook gewoon even op 0 staan. Maar als ik aan een van de buurkleuren trek, magenta bijvoorbeeld, dan zie je dat er wel iets gaat veranderen. Je ziet dat mijn rood eigenlijk gewoon verdwijnt als ik er magenta uithaal. Het wordt eigenlijk gewoon meer geel. En natuurlijk werkt het ook andersom. Als ik er meer magenta in stop, dan zie je dat mijn rood eigenlijk gewoon iets breder wordt. En datzelfde geldt voor geel. Haal ik het geel eruit, dan verdwijnt mijn rood en wordt het magenta. En draai ik het erin, dan versterk ik het eigenlijk een beetje. En dat betekent, rood is opgebouwd uit magenta en geel. Ook als je met de kleurenpipet erboven zou gaan staan en je selecteert de kleur, dan zie je dat ik als voorgrondkleur gewoon keurig helder rood krijg. En je ziet dat het is opgebouwd uit rood 255 waardes en geen groen en blauw. Maar je ziet bijvoorbeeld bij het CMYK-model dat er 92% magenta in zit en 79% geel. Dus met die waardes kun je een beetje spelen in het masker selectieve kleur. Maar dit is dus relatief. Dat betekent dat we eigenlijk alleen werken met de kleuren die erin zitten. Zoals ik daar straks heb laten zien, zit er in rood geen cyaan. Dus als ik aan cyaan trek, gebeurt er gewoon helemaal niks. Het is niet aanwezig, dus het kan er niet uitgehaald worden, maar het kan ook niet versterkt worden. De enige uitzondering daarin, dat is zwart. Daar zit ook geen zwart in rood, maar toch kan ik hiermee een klein beetje bepalen wat er gebeurt. Haal je al het zwart eruit, dan wordt het gewoon wit. En stop je al het zwart erin, dan wordt het niet zwart, maar dan zie je dat eigenlijk gewoon de kleur een klein beetje breder wordt. Het bereik wordt een beetje breder. Dit is normaal. Nou, dan wordt het zich beperkt tot ongeveer deze 2 lijntjes. En als je het uitbreidt, dan zie je dat dat vooral in het geel, dat zich dat gewoon wijder verspreidt. Maar dat is dus allemaal relatief. Dan heb je ook nog absoluut. En dat betekent dus echt gewoon de dingen die je erbij stopt. Als ik bijvoorbeeld bij absoluut kies en ik ga dan cyaan toevoegen, dan ga ik wel degelijk een cyaankleur bij mijn rode tinten toevoegen. En rood en cyaan, dat heft elkaar weer op, dus dat wordt dan in dat geval keurig zwart. Dan heb ik in het midden ook nog gewoon in dit geval zwart, grijs en wit staan. Als ik bijvoorbeeld wit selecteer en ik zet de modus op relatief, ga ik nu aan de sliders trekken, dan gebeurt er bij wit gewoon helemaal niks. Dus in relatieve modus zal hier ook gewoon niks veranderen. Ga ik nu bij wit werken in absolute modus, ga ik er bijvoorbeeld cyaan aan toevoegen, dan zie je dat dat gewoon al verkleurt. En ga ik cyaan met magenta mixen, dan wordt dat een blauw tint. En zo kun je dus ook je witte tinten eventueel gaan mixen. Nou, dit klinkt op zich allemaal heel theoretisch en stiekem gezegd is het dat natuurlijk ook. Laten we gewoon eens kijken in de praktijk. Ik heb hier een foto van een dorp. En dit dorp is eigenlijk in de herfst. Je ziet dat de bomen gewoon hun blad verloren hebben. Maar je ziet in de achtergrond dat de weides eigenlijk nog gewoon groen zijn. En ik ga met selectieve kleur eigenlijk gewoon die groene weides een klein beetje aanpassen naar die herfstkleuren van die bomen. Dus ik ga eerst een filter toepassen met selectieve kleur. En ik moet dus eens na gaan denken over welke tinten ik moet aan gaan pakken en wat die tinten ongeveer moeten gaan worden. En ik ga gewoon even een klein stukje inzoomen. Deze groene velden, dat is natuurlijk geen puur groen. Er zit van alles in. Dus als ik er boven ga hangen, dan zie je ook gewoon bovenin bij mijn infopanel wat daarin zit. Er zit een klein beetje cyaan in, een klein beetje magenta, vrij veel geel en een heel klein beetje zwart. En ga ik naar een andere tint, dan zie je dat dat verspringt. Dan komt er bijvoorbeeld meer cyaan in, als het wat groener wordt. En dat is op zich ook logisch, want als je naar het kleurenwiel kijkt, als je geel hebt, dan heb je daar weinig cyaan in zitten. Maar ga je wat afzakken naar groen, dan komt er eigenlijk wat meer cyaan bij. Dus ik zal in die tinten iets moeten gaan doen. En ik wil van dit groenachtige geel of geelachtige groen eigenlijk een klein beetje naar het bruin. Dus ik wil eigenlijk mijn oranje tinten, mijn bruine tinten, wil ik verder naar rechts krijgen. En hoe kreeg ik dat nou gedaan? Nou, vrij eenvoudig. Ik kan bij de gele tinten zeggen dat ik er bijvoorbeeld wat magenta bij ga draaien. En je ziet dat mijn oranje dan al verschuift. En ik heb geen idee welke waardes ik moet kiezen. Dat moet ik gewoon in mijn eigen foto doen. Dus bij de eigen foto ga ik bij de gele tinten ook gewoon een klein beetje magenta erbij draaien. En je ziet eigenlijk al wat er gebeurt. Nou, ik schiet even heel ver door. En als ik het uitzet, dan zie je dat het ook effect heeft in mijn bomen. Er zitten namelijk in mijn bomen ook nog gewoon gele blaadjes. Maar je ziet bijvoorbeeld op de daken dat het geen effect heeft. Het heeft eigenlijk alleen effect op de gele tinten. Maar ik ga dat gewoon een beetje beperken tot iets wat acceptabel is. En ik ga ook mijn groene tinten aanpassen. En met mijn groene tinten wil ik dus ook gewoon eigenlijk wat meer dat gele en dat oranje wat hier zich boven bevindt, dat wil ik een klein beetje laten zakken. En dat doe je bij de groene tinten door er wat cyaan uit te draaien. En je ziet wat er gebeurt. Dus ga ik dat ook bij de foto doen. Ik ga bij de groene tinten cyaan eruit draaien. Als ik nu in mijn venster kijk in het totaaloverzicht, dan zijn mijn velden eigenlijk alweer gewoon veel meer oranje, veel meer bruiner getint. Is het natuurlijk? Nee, niet helemaal. Dus ik hou dat een beetje in het overzicht. En ik vind dat zo al wel weer een stukje beter. Dit is de before en dit is de after. Mijn herfstkleuren zijn eigenlijk gewoon veel erger versterkt door het selectieve kleurfilter dan wat ik in eerste instantie gebruikte. En dit is maar één voorbeeld van hoe je met selectieve kleur aan de slag kunt gaan. Ik kan bijvoorbeeld ook zeggen van nou, ik wil de lucht bijvoorbeeld anders. Dus als ik bijvoorbeeld nog een keer selectieve kleur selecteer. En ik selecteer dan de blauwtinten. En ik haal daar bijvoorbeeld geel uit. Geel is de tegenovergestelde variant van blauw. Blauw zit linksonder en geel zit oorspronkelijk rechtsboven. Als ik er dus geel uithaal, dan wordt mijn blauw een klein beetje versterkt. En laat ik het geel er ook eens bij cyaan uithalen. Dan zie je dat het eigenlijk gewoon net even een tintje mooier blauw is. En je ziet ook dat het hieronder bijvoorbeeld op de auto effect heeft. En dat zou je nog heel eenvoudig in het masker gewoon uit kunnen zetten. Zo blijft mijn blauwe auto toch een klein beetje beschermd. Maar in dit geval heb ik dus gewoon al een veel mooiere herfstfoto dan wat ik origineel had. En eigenlijk al mijn rode daken zijn eigenlijk wel behoorlijk intact gebleven. Zo eenvoudig kun je dus kleuren aanpassen met het filter selectieve kleur. En ik laat het heel eenvoudig zien, want het is eigenlijk best een hele krachtige tool waar je mee kunt werken. Je kunt dus 6 kleurgebieden gewoon haarfijn aanpassen en zo alles verschuiven naar wat je wil. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!